Dat is jouw babyvoetje. En dit is je voetje nu. Ja, dat blijft bijzonder. Lotte en Peter krijgen 4 maanden te vroeg in de zwangerschap te horen dat hun kindje met spoed gehaald moet worden. Lotte heeft namelijk een hartaandoening en op dat moment raakt ze door de zwangerschap in een hele gevaarlijke situatie. Ondanks dat Dex maar 600 gram weegt, gaat het redelijk goed met Dex. Het lukt alleen niet om van de volledige beademing af te komen en dat komt door een open ductus. Een open verbinding tussen longslagader en lichaamsslagader. Dex wordt daar uiteindelijk aan geopereerd en dan gaat het goed. Hij gaat groeien en het lukt om van de beademing af te komen. En na bijna 5 maanden bivakeren in het ziekenhuis, kunnen ze naar huis. Inmiddels is Dex alweer 1 jaar geleden geboren. En ik wil heel graag weten hoe het met ze gaat. Dus ik ga langs bij Lotte, Peter en Dex. Ja, hallo! Hey, hoe is het? Ja, goed. Hey, grote vent. Hallo. Zo, jij bent veranderd in die tussentijd. Je bent al een hele kerel geworden. Leuk, man. Nou, we komen even bij jullie binnen. Yes. Even horen hoe het gaat. Hoe is het met jullie en hoe gaat het met Dex? Hij doet het goed. Ja? Ja. Ja, hij groeit goed, hij ontwikkelt zich goed. Hij loopt met bepaalde dingen, loopt hij voor op zijn ontwikkeling. Echt waar? Ja. Zoals wat? Eten. Ja, eten is wel... Ja, wat dan? Eet hij meer dan hij zou mogen? Of... Toen hij 1,5 maand gecorrigeerd was, is hij begonnen met potjes. Terwijl hij eigenlijk pas vanaf de 4 maanden gecorrigeerd mocht. En de vorige keer waren we in het ziekenhuis. En zei ze, ja, je moet wel echt zijn leeftijd aanhouden. Ja. En dan bedoelen ze dus de gecorrigeerde leeftijd. Ja, maar dat pikt hij niet. Hij wil veel meer, dus... Dus wat eten betreft gaat het goed? Ja, zeker. Eten is echt, En verder, kunnen jullie merken dat hij heel lang aan de beademing heeft gezeten? Nee, eigenlijk niet. Hij heeft eigenlijk geen last ervan. Zo, maar dat is wel... Wat zeggen de artsen daar wel niet van in het Erasmus? Ja, die kijken er ook wel van op. Ja. Ja. Wil je bij mij? Wil je bij mij? Mag dat? Mag dat? Wow, kan je al op de tafel staan? Oh, kijk. Ik even naar papa en mama kijken. Dus de artsen zijn ook tevreden? Ja, zeker. Fijn zeg. En het enige is, zijn stemvolume is wat minder. Dat komt waarschijnlijk door de beademingsbuis die door zijn stembanden heeft gezeten. Okay. Dus dat die iets beschadigd zijn, maar dat durven ze nog niet zeker te zeggen. Maar praat hij heel zachtjes? Of... Ja, hij heeft een zachte volume. Komt er helemaal geen geluid uit? Ja, zo jawel, wel, jawel. Maar... Want als hij echt verdrietig is, dan hoor je hem ook echt wel huilen. Ja. Maar hij zal niet extra zijn keel opzetten om aandacht te krijgen. Nee. Het was wel weer een heel spannend moment voor Dex en zijn ouders. Maar gaat het nu wel lukken? En ja, beademing, dat is altijd slechter dan als je zelf ademt. Maar het is dus heel tegenstrijdig, want die beademing heb je ook nodig om in leven te blijven. Ja. Oh. Hey. Hoe kijken jullie erop terug? Zo'n periode in het ziekenhuis en zoveel... Wat is de nasmaak? Ik begin nu pas te beseffen wat we hebben meegemaakt. Ja? Ja, we hebben de beelden terug kunnen kijken. Ja. Hoe vonden jullie het om het terug te zien? Heftig. Ja? Ja. En waarom? En nu pas merk ik van... Het is echt heel heftig wat mensen in ziekenhuizen meemaken. Ja, en ook voor jezelf, wat je zelf hebt meegemaakt. Ja, je leeft daar zo in de roes. Alles gaat zo langs je af vandaag. Sommige momenten die op tv terugkomen, die herken je niet eens. Wat wist je bijvoorbeeld niet meer? Er was 1 arts, die hebben een gesprek mee gehad. Ik kon me die helemaal niet herinneren. Oh, die open ductus besprak? Ja. Ja. En aan die katheter zit dan een plugje en dat plugje moet je precies hierin plaatsen. Wat zijn de risico's van het plaatsen? Maar ook heel even kunnen kinderen tijdens zo'n plaatsing wel even last van hebben. Dat hij wat minder goed bloeddruk opbouwt. Mm-hmm. Dus theoretisch kun je ook in een reanimatiesetting komen. He, dus het is echt wel een serieuze ingreep. Mm-hmm. Vooral omdat hij ontzettend klein is. Ja. Oké. Okay. Nou, misschien schrik je toch een beetje van het hele verhaal. Maar nee, ja, het is meer, het is een grotere ingreep als dat...
als dat je denkt. Ik kon me wel een tekening herinneren die gemaakt was tijdens het gesprek. Geen idee wie het waren. Ja, gek, hè? Ja. Hoe komt dat, denk je? Ja, je ziet heel veel mensen, je krijgt heel veel indrukken. Ja. En er gebeurt veel op een dag. En je bent vooral met hem bezig. Ja, ja. Dus, ja. Ik denk dat dat het vooral is. Alle indrukken om je heen en dan... Ja. Sommige dingen onthoud je gewoon niet. Ja. Mag jij dat? Mag jij dat? Nog een beetje warm? En, hoe vinden we dat? Jij neemt echt de grote happen, hartseflats. Kan dat er nog wel bij in die buik van jou? Heb je daar dan wel ruimte voor? En in zijn ontwikkeling, merken jullie daar iets in? Nee, hij doet het eigenlijk heel erg goed. De fysiotherapie zegt ook, hij doet precies wat hij moet doen. Kruipen begint nou op handen en knieën. Kom dan. Hé, hey, en Lotte, ik zie bij jou dus deze. Ja. Tatoeage staan. Ja, dat is zijn voetje. Ja. Toen hij 4 weken oud was. Ja. Kijk eens even. Dat is jouw babyvoetje. En dit is je voetje nu. Zo. Ja, dat blijft bijzonder. Oh, moppie. Oh, ben je een beetje moe misschien? Ga je lekker naar je bedje? Gaan we lekker slapen? Oh, ga je lekker slapen in de bed? Hopla. Oh, dat is lekker. Oh, mogen wij mee? Ja, hè. Mogen wij mee? Oh, kijk eens, wat heb jij een lief kamertje. Zeker. Met allemaal hele stoere dieren. Met een olifant. Oh, je had waterpokjes, hè? Heel erg. Kijk nou, had je zoveel waterpokjes. Oh, nee. Slaapt hij goed? Fantastisch. Ja? Hij slaapt van 7 uur 's avonds tot meestal 8:30 's ochtends. Niet waar. Nee, echt? Ja. Oké, ik word een snufje jaloers. Van 7 tot 8:30? Ja. Niet waar. Wat stoppen jullie in zijn fles 's avonds? Vodka. Gaan we dag zeggen. Zeg maar wel rusten. Slaap lekker, lieverd. Ik was heel blij dat ik jou even mocht zien. Was een grote knul. De grote knul. De grote knul. Lekker slapen. Lekker slapen. Weg, zachtjes weg. Dag. Slaap lekker. Bye. Slaap lekker. Wil je het hele verhaal van Dex terugzien? Of ben je benieuwd naar de andere verhalen van de baby's en hun ouders in Handen aan de Couveuse? Stream dan de afleveringen op nporstart.nl.